Weet je wat, we gaan gewoon eentje attacken. Oké, ik heb eentje aangevallen. Oké, die valt mij gelijk aan. Maar zijn maag... Wat de heck? Wat de heck gebeurt hier? Hey, daar zijn we weer. Wat vet dat je kijkt naar een gloednieuwe Minecraft video. Klik op het duimpje omhoog en abonneer op mijn kanaal. Zou ik heel erg leuk vinden. Ik sta wel heel erg leuk in mijn village. Maar ik moet eigenlijk eerst even naar de Wall of Fame toe. En we pakken even een heel mooi bordje. En deze persoon geef ik een... Nou, ik zet hem hier ergens neer. Zo, top. De persoon is namelijk in die dalen... Want Indie zijn namelijk dit. Yo Harm, ik kijk al 2 jaar naar je video's en je bent echt een supergoeie YouTuber. En vandaag 27 augustus ben ik jarig en ik zou het heel erg leuk vinden als je mij op de muur schrijft. Een soort van verjaardagscadeau. Nou is dit altijd wel een soort van risico, want ik weet dus niet of je echt jarig bent. Er zijn al zoveel kijkers geweest die hebben gelogen over hun verjaardag. Dat is eigenlijk best wel slim. Maar ik hoop echt dat je jarig bent en het kwam ook wel een beetje betrouwbaar over. Dus wil jij op deze wall komen, laat dan dus even een comment achter. Je moet abonneren en je moet een like achterlaten. Er staan al 2 naampjes op en ik zelf natuurlijk. Nou, wat is het toch leuk, hè, jongens? Ik heb trouwens de perfecte manier gevonden om meer villages te krijgen. Het ging de laatste tijd een beetje moeilijk. We hebben echt in 2 weken of zo echt maar 1 villager erbij gekregen of zo. Het ging echt heel slecht eigenlijk. En nu weet ik gewoon hoe dat kan. Alle bedden stonden gewoon op 1 bult. En dat werkt blijkbaar niet. Of ze worden uit elkaar geduwd of iets anders. Ik dacht steeds dat het door mezelf kwam, omdat ik niet in de buurt mocht staan. Maar je mag gewoon ernaast staan in principe. En nu heb ik alle bedden heel goed verspreid, zoals je ziet. En ik weet niet hoe dat komt, maar doordat ik al die bedden zo erg veel uit elkaar heb gehaald. Er spawnen zoveel iron golems hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En dit is niet normaal. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Er zitten gewoon 4 op 1 bult. En hier 4 op 1 bult. En hier 2, geloof ik. En daar 2. Het slaat helemaal nergens meer op. Het slaat echt letterlijk nergens meer op. Die beesten moeten er eigenlijk weg. Hier staat er trouwens ook wat binnen. Die wil ik er echt uithalen. Maar die zijn echt mega irritant. Dus ik ga ze ook gelijk even uithalen. Zo. Daarom heb ik ook een lead bij mij. Mijn jongen, kom eens hier. Mijn jongen, yes, yes, jij komt hier even uit. En ja, ik wil je eigenlijk ook niet hier. Want ik weet niet, maakt hij nou die plantjes kapot? Ik denk het niet, ik denk dat het zo wel kan. Zo, de lead is terug en ik pak die andere ook gelijk even opratten. Ja, even het huis uit. Hey, jij hoort die niet. Ga jij maar lekker hier ergens in de bosje staan. Zo, top. Die iron golems zijn zo vervelend, man. Echt heel erg vervelend. Ze beschermen eigenlijk de villages heel erg slecht. Want ja, ik bescherm de villages veel beter. Ik heb trouwens mijn boots niet aan, maar hier is het nog steeds bevroren. Oh, shit, wat doe ik nou? Hoppakee, en het wordt weer water, toppie. Ja, dit moet ik ook echt even fixen. Dus dit haal ik even weg. Het ziet er misschien wat lelijker uit. Maar anders dan ja, gaat het steeds heel erg na worden. Ja, hoe gaan we dit doen dan? Ik denk dat ze hier wel lekker chill in zitten, jongens. Die laten we er lekker in zitten. Maar dan loop je ook zoveel omheen. En die ga ik gewoon allemaal even wegtrekken. Kom even mee, mijn jongen. Hup, hup, even meekomen. Ga jij even het oude gebied beschermen? Want hier staat helemaal niks. Even meekomen. Zo, toppie. Ik hoop niet dat hij terugloopt. Ik ben bang van wel eigenlijk. Maar het zou ook goed kunnen dat hij daar gewoon lekker blijft staan. Dat zou echt chill zijn. Yo, misschien kan ik ook het Iron Golems buiten de muur juist brengen. Oh, dat zou ook heel chill zijn. Dat is best wel een goed idee. Want ook, wat je ook heel vaak ziet, is dat veeltjes op gaan staan. Kijk, bijvoorbeeld deze. Die staat op. En dan denk je, hoe kan het? Waarom stapt hij uit zijn bed? Het komt omdat een Iron Golem... Kijk, hier. Het gebeurt letterlijk voor me. Het is zo vervelend. En soms stappen ze dan gewoon niet terug. Dat is echt heel naar. Dus ik moet even die bedden dan opnieuw plaatsen. Dus daarom zijn die Iron Golems heel erg vervelend. Kom even mee, mijn jongen. Hoe meer veeltjes je krijgt natuurlijk, hoe meer Iron Golems ook. Dus het is ook wel logisch. Zo, hoppakee. Ligt er nou mij op spawnen, dan let ik gewoon weer 2 bij of zo. Wat de heck is hier gaan? Oké, kom jij ook even mee. Jij moet ook even weg. Hartstikke mooi. Hoppakee, hier. En hop, ratten. Dan het volgende, jongens. Ik heb echt enorm veel gedaan in de tussentijd. Ik moest even de gebouwen iets mooier inrichten. En dat heb ik ook zeer zeker gedaan. Ik heb de bedden hier uit de hoek weggehaald. En hier staat nu een nieuwe lectern. Dus ik heb nu 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8 lecterns hier staan. Dus we kunnen 8 librarians krijgen. Dat is best veel, maar die librarians zijn zo chill, jongens. En ik heb dus al een paar villages erbij. Ik heb hier een trap omhoog. En ik ga jullie even laten zien wat ik hier gebouwd heb. Kijk eens aan. Hoe vet is dit? Ik ben hier zo ongelooflijk tevreden mee. Hier is dus de slaapplek. En ik heb hier ook wat opbergruimte. Hier zijn dus materialen voor dit gebouw, mocht dit kapot gaan. En ik wil in deze kist wil ik gewoon handelsdingen verzamelen. Dus papers kan ik lekker verhandelen. We hebben nu 1, 2, 3, 4, 5 librarians. Hè? Wel, holy shit. Dat gaat echt lekker. Dus dat is helemaal top. Er kunnen nog 3 bij komen dus. En exact hetzelfde heb ik gedaan bij de farmers. Dus laten we daar ook even een kijkje nemen. Kijk, hier liggen de 4 farmers. Hier liggen 4 farmers. Hierboven komen ze niet meer. Ik weet ook niet waarom. Ik had dat even wat mooi opgevuld met wol. En ja, hier dat je erop kunt komen. Hier, je kan er gewoon perfect opklimmen. Dat is super chill. Maar hier heb ik ook een trapje naar boven. En dit werkt perfect. Ze lopen gewoon naar boven. En hier ligt 1, 2, 3 liggen hier nu. Ik heb het even opgevuld. Ik heb het mooi met licht even aangevuld. Ik heb wat kisten hier geplaatst. Daar kan ik wat opvulling in doen. En ja, dit is heel erg mooi geworden. Vind ik zelf.
zelf. Dus laat even weten wat jij ervan vindt. Ik vind het heel erg cool. Vandaag gaan we trouwens de weaponsmith maken. Ik denk dat jullie dat best wel leuk gaan vinden. De weaponsmith is natuurlijk bij deze dingetjes. Hoe heet die ding ook alweer? Ik ben even de naam kwijt. Even checken. Dit is een grindstone, of course. En dit zijn de armorers. Misschien ga ik die bijna hetzelfde bouwen, want ze zijn ook bijna hetzelfde. Laten we trouwens ook even gelijk gaan slapen, want ik wil dat het dag gaat worden, man. Oh, kan ik? Yes, ik heb geslapen. Helemaal top. Ik kan nu ook heel makkelijk kinderen krijgen als ik hier gewoon brood neergooi en bijvoorbeeld hier brood neergooi. Ze delen alles gelijk uit en dan, ja, je kijkt hier. Ze delen alles uit en je krijgt gelijk kinderen. Dus dat is super chill. Ze gaan gelijk even allemaal lekker paren. Er waren trouwens ook wat kijkers die zeiden van, yo, je kan deze iron golems omvormen in iron, maar hoe doe je dat? Ik heb echt geen flauw. Als ik ze kill of zo, maar ik weet niet. Ik wil ze eigenlijk niet killen. Ik denk niet dat het goed is voor de village. Ik zou het wel kunnen proberen. Ik ben best wel erg benieuwd of ze naar... Oh, daar gaan ze. Kijk, ik ga dichtbij staan nu. Er staat wel eentje bij, dus het zou gecanceld kunnen worden. Of twee zelfs. Maar ik kan er gewoon bij staan. Oh, ja, het wordt gecanceld. En ze gaan wel gelijk door, zo te zien. En dat wordt ook weer gecanceld. Soms dan lukt het wel, hoor. Ik hoop echt dat het lukt. Come on, please. Ja, come on. Oh, ik heb al een kleintje. Ja, bij die andere is het gelukt. Dat had ik niet gezien. En deze lukt het ook. Nee, hij wordt aan de kant geduwd. Oh. Ja, het is gewoon te druk. Het is gewoon net iets druk. De filletjes moeten gewoon iets meer verspreid worden. En dat het weer gecanceld. Ja, dat is jammer. Dat is heel erg jammer. Nou ja, het komt in ieder geval wel goed. We hebben al een villager erbij. Dus dat is super chill. Weet je wat? We gaan gewoon eentje attacken. Oké, ik heb eentje aangevallen. Oké, die valt mij gelijk aan. Maar zijn ma... Wat de heck? Wat de heck gebeurt hier? Oké, die andere vallen me niet aan, right? Nee, die vallen me niet aan. Oké. Yo, ik wist niet dat zo'n ding zo OP was. Oh, ik heb ook geen schoenen aan. Wacht, ik moet even mijn armor fixen. Zo, nu is mijn armor gefixt. Nee, joh, het is deze, right? Oké, we gaan hem nog een keer aanvallen. Hoppakee, yes, ik val hem aan. Oh shit, oh shit, oh shit. Oh shit, wat gebeurt er als ik hem kill? Ik ben echt benieuwd. Oh shit, hij is boos. He is really mad, he is really mad. Maar ik weet niet of dit invloed heeft voor de villagers. Ik denk het eigenlijk niet. Oh shit. Brand nou even dood, man. Jee, maar hoe lang? Wacht, ik kan ook gewoon met mijn boog, hè. Ik heb natuurlijk gewoon een boog bij me. Hij zit achter me, hij zit echt in mijn nek. En kabam, en kabam, en kabam. De looting hebben, looting erop. Oh shit. Oh shit. En hij is dood. Wat krijg ik van hem? Ik krijg bloemetjes. Krijg ik nou iron? Ik weet het niet. Ik krijg twee bloemetjes. En volgens mij misschien wat iron of zo. Ik weet niet hoeveel iron ik bij me had. Oké, we moeten het nog een keer testen, jongens. We hebben namelijk veel te veel van die iron golems. Ik denk niet dat het veel impact heeft op de village, right? Ik bedoel, nee, ze zijn niet duurder of zo. Nee, dit boeit echt helemaal niks, dus. Oké, dan gaan we nog even eentje killen. Hoppakee. Kom maar hier, mijn jongen. Dan ga ik je... Ik ga jou even afknallen. Hoppakee. En nog een keer. Zo. En... Tonk. Oh shit. Ah, hij moet me hebben. Hij moet me. Oh shit. Oh shit. Damn, man. Oké, die is dood. Oh ja, ze droppen iron. Hoeveel krijg ik nu? Ik krijg ook steeds bloemen dus. Ik krijg echt 3 iron eruit. Dat is echt bijna niks. Maar hey, we kunnen ze gewoon killen. Dat maakt echt geen reet uit. Goed om te weten. Want die iron golems, jongen. Er is hier nog geen zombie binnen geweest, heb ik het idee. Dus we kunnen gewoon lekker wat afknallen als we willen. Gewoon de... in de verte gewoon verder en een beetje zo'n ding snipen. Gratis iron. We killen er gewoon even 2, jongens. Even 2 killen. Hoppakee. Oh, hou ze op afstand. Hou ze op afstand. Ik moet knockback hebben. Ik moet knock... Of punch moet ik hebben. Oh nee. Oh shit. En... Oh shit. Ik raak ze gewoon niet. Ze raken mij wel, maar ik raak hun niet. Come on, man. Ga nou even dood. Oh, hij is dood. Yes. Ja, lekker wat eieren verzamelen. Oh, deze is ook al doodgaan. Toppie. Nou, ik heb meer dan een stack te pakken. Ja, het levert dus wel wat op. Best chill, want ik denk dat ze ook nu ook weer terugkomen. Dat ze steeds weer terugspannen. Kan ik deze hier in het midden killen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik heb echt geen idee. Oh my god, ik kan ze allemaal killen. Dit gaan we doen. Dit gaan we gewoon fucking doen. Let's go. Oh, dit is gewoon... Oh, dit is zo nice. Dit is gewoon free iron. Oh shit, oké. Okay, ze kunnen hier raken. Ik moet ook oppassen met die villagers. Ik mag geen villager raken natuurlijk. Ja, de villagers kunnen ervoor lopen. En dat willen we natuurlijk niet. Dus misschien kan ik even met F5 dit beter doen. Oh shit, ja, die villagers lopen soms voor, dus echt naar. Oké, okay, zo, hup, hup. Ja, we killen ze gewoon allemaal. Kijk, die loopt er waarschijnlijk ook gewoon in. Oh, die mag ik natuurlijk ook niet raken. Oh, het is hier zo druk, jongens. Oh, shit. Ga nou even weg, joh, stinkvillager. Jemig, flikker op. Oh, kijk, dit bedoel ik. Nou, die is hartstikke boos voor de rest van zijn leven. En hoe duur ben je geworden? Ja, hij is... Oh, hij is verdubbeld. You kidding me? Ja, dit is dus het klote van, jongens. Misschien kan ik beter gewoon even een torentje bouwen of zo. En dan nu alleen maar snipen. Maar dat duurt echt een stuk langer, heb ik het idee. Ja, ze gaan wel langzamerhand gaan ze dood. Maar kijk, mijn boog daar, joh. Die gaat zo snel stuk. Ik ga even van de andere kant dit proberen. Misschien lukt het zo. Oh, ik heb weer... Oh, dat is diezelfde weer. Dat is die Mason, of niet? Even kijken. Oh, dat is die Shepherd bedoel ik. Ja, ja, oké. Okay. Nou, dat... Die Shepherd ook, man. Oké, okay. Met die boog gaat het best wel snel, heb ik het idee. Oh, die gaat echt super snel met die boog. Wat de heck, joh. Die boog is... Oh, shit. Oké, okay, die is ook dood. Joh, ik krijg zo belachelijk veel. Oké, okay, ze zijn allemaal dood. Oh, shit. Ik heb mijn schoenen aan. Dat is niet de bedoeling.
bedoeling. Hoeveel hebben we te pakken? Yo, we hebben bijna 2 stacks iron dus van alles. Oké, dat is super chill. Alleen ja, ik heb dus wat geraakt. Ik heb hem ook geraakt. Dat was niet de bedoeling. Volgens mij wil ze uiteindelijk wel weer voor een normale prijs met je traden. Weet ik niet zeker. Of je kan hem altijd dood laten gaan door een zombie. Dat is natuurlijk altijd een optie. Hier zijn ze ook lekker bezig zo te zien. De standaard boeken trades kunnen we ook weer doen. Hoppa. Zo, en we hebben weer lekker wat boeken erbij. Oh, ze zijn allemaal naar het midden gegaan. Oh, dit. Ah, dit is zo naar. Oké, let's trade. Hoppakee. Wacht, kan ik nu ook broodjes kopen? Misschien gaat dat wel echt een stuk sneller. En dat ik die dan gelijk weer ga weggooien. No. Potatoes werken volgens mij ook best goed. Die wil ik ook op. Oh, dit kost niet eens zoveel, joh. Ik kan best wat kopen. Poink, 36. En ik gooi het hier op de grond. Ze hebben het opgepakt en ik hoop dat ze dit gaan splitten. Kan ik even met deze traden. Hoppakee, ik wil even wat erbij hebben. Dank. Oh ja, kijk, ze zijn al bezig. Maar het is denk ik te druk hier. Oh, ze zijn hier echt lekker bezig, jongens. Ik denk dat we echt vet veel baby's erbij gaan krijgen. Dit is echt insane. Probeer het ook steeds opnieuw. Volgens mij hebben we alweer een kleintje erbij, heb ik het idee. Ik kan trouwens beter die iron golems in de nacht killen. Dat is een veel beter idee. Hé, hey, hier ligt ook een farm. Dat is niet de bedoeling. Kom eens even uit dat bed. Hierbovenop wil ik waarschijnlijk de weaponsmith gaan maken. Dat lijkt me een heel goed idee. Dus dit moet eerst even lekker vlak worden. Dus al die bomen moeten weg. En ik meen dat hier... Ja, dit is een super hoge boom. Ah, oké. Ik hak alleen even die stam weg. En de rest ga ik gewoon denk ik in een fik zetten. Het is wel zo makkelijk, denk ik. Heb ik flint bij me? Volgens mij... Ja, ik heb flint bij me. En ik heb ook iron bij me. Dus dat is helemaal toppie. Zo. Perfect. En dan gooien we dit lekker even in de fik. Hoppakee. En wacht, wat als ik hem in de fik zet? Oh, wordt hij dan boos? Ik ben best wel benieuwd. Wordt hij boos op mij? Nee, wordt niet boos op mij. Oh, ik gooi mijn zwaard weg. Oeh! Oh, die kon wel verbranden, joh. Die kon letterlijk wel verbranden. Kijk, maak hem ook gelijk af, jongens. Ze spannen wel opnieuw als het goed is. En hij is dood. Helemaal top. Nou, we hakken de andere boom ook even weg. Dit is ook wel chill, trouwens. Ik kan dit ook mooi in de fik zetten, dit gras. Voor dit project heb ik natuurlijk super veel cobblestone nodig. En normaal stone. Nou, dat heb ik echt meer dan genoeg. Dus dat is geen probleem. En daarnaast heb ik spruce wood nodig. Want daar wil ik deze gebouwen van maken. En die heb ik gelukkig 2 afleveringen geleden gefixt. En er staan nu aardig wat bomen. Daarnaast heb ik ook 75 bones bij me. Dus ik kan echt easy heel veel fixen. Dus deze gaan we mooi even allemaal omhakken. Er zijn ook aardig hoge bomen dit trouwens. Zo, volgens mij waren dit alle bomen, hè? Oh, we hebben alweer 6 van die saplings. Zo, holy shit, dat gaat echt snel. Nou, ik ga even kijken bij mijn brand. Want die brand mag natuurlijk niet uitslaan op een van mijn gebouwen. Dat zou echt heel jammer zijn. Maar volgens mij is die al helemaal gestopt. Dus dat is goed. Dat is echt perfect. Ja, al dat gras moet er sowieso weg. Wacht, deze viltje blijft hier staan. Ik heb daar altijd iets heel makkelijks voor. Kom even hier, mijn jongen. En dan ga ik hier even een bed plaatsen. Ik hoop dat hij hier gelijk heen komt. Ja, zo te zien gaat hij erheen. Dus dat is top. Er zwemmen nu wel villagers in. Dat is wel een nadeel. Ik weet, ze kunnen er volgens mij wel uitkomen, dat wel. Maar het is alsnog wel een nadeel. Oké, dan hak ik hem weg. Kom even hier, mijn jongen. Oh, daar staat er ook nog vet random 1. Ik weet niet wat die doet. Oh, die zit vast tegen dat ding. You kidding me? Loop gewoon door, joh. Ga naar binnen. Er staan zoveel bedden binnen. Waarom doet hij niks? What the heck, man? Wat doe je nou? Oké, deze ligt nu in het bed. En die gaan we even weghalen. Nu hoop ik dat hij naar binnen gaat. Vaak plaats ik dan hier nog even een bed. Hoppakee. Nou, nu dan, please. En nu komt die andere. Nee, nee en nee. Hoppakee. En nu naar binnen. Goed zo. En nu die andere even. Let's go. Hoppakee. En zo te zien. Ja, die andere komt ook. Dus helemaal top. Dit werkt. Hoppakee. Nou, die is weg. Nu gaat hij wel naar binnen. Zo, lekker makkelijk, man. Oké, hier liggen nog vet veel saplings. Die nemen we mee. Hoeveel spruce wood heb ik? Ik heb... Oh, niet eens een stack. Ik dacht wel dat ik iets meer had, maar zoveel heb ik dus nog niet. Alright, ik zou natuurlijk even een bucket of water fixen. En zo. Hoppakee. Oh, is gebukt. Yes, perfect. En dit is een heel makkelijk trucje om even wat gras weg te halen. Ook torches helaas, dat is wel jammer. Perfect. Nou, hier ook. Hier dan even. Oh, even iets meer. Hoppakee. Kijk eens aan. Al dat gras gaat lekker weg. Hier ook. Hop. Oh, nee, niet de sugarcane. En de sugarcane gaan net niet. Oh, dat scheelt niks. Zo, nu moet ik hier alleen even wat torches opnieuw plaatsen, maar dat is geen probleem, of course. Mijn inventory zit natuurlijk ook bomvol. Weg ermee. Dit, weg ermee. Zo, we gaan even wat boommeel fixen. Even link wat boommeel. Dan gaan we deze boompjes even omhoog pompen. Nice, daar gaan we dan. Volgens mij groeien deze bomen ook in 4. Even kijken hoor, dit werkt. Ja, what the heck? Wat? Oké, yo, wat? Dit is dat potsel toch? Even kijken hoor. Dit is, nee, dit is gewoon dirt. Oh, huh? Dat is echt wel gek. Damn, dude. Oh, als je hak, dan krijg je... Een enderman. Kom eens hier, mijn jongen. Jij gaat dood. Jij gaat hartstikke dood. Daar is hij. Oh, ga dood, ga dood. Hoppakee, daar is hij weer. Oh, waar is hij? Ja, daar is hij. Oh, stinkbeest. Altijd weer die stinkbeesten. Hoppakee. Gaan ook dood.
Zo, die is dood. Yes, ik heb een eindepeul. Nou, laten we eens deze boom even omhalen. Dit is echt een flinke boom. Nu hebben we sowieso genoeg hout te pakken. Pleur dat bed ook wel even weg. Hoppakee, weg ermee. Mijn inventory zit nu alweer vol. Holy shit. Hoeveel hout zit er in deze boom? En dit is echt absurd. Dit gaat maar door. Dit is zo belachelijk. Kijk hoe hoog dit is. Oké, we zijn nu denk ik op de top. Ja, we zijn op de top. Oh, yo. Kijk hoe hoog ik ben. What the heck? Oké. Dat is wel leuk om te zien. Nu gaat alles naar beneden. Er zit gewoon echt bijna 2 stekkers op boom, denk ik. Zo. Nou, dan zie je nou dat je 1 blokje mist. Maar nee, ik heb alles mooi meegenomen. Dus dat is top. Mijn inventory zit nu echt bomvol. Maar ik heb ook alweer 3 stacks te pakken. Dus dit gaat echt mega snel. We moeten denk ik even een kissie maken. Daar gaat het even om. En dan kunnen we lekker hier aan de bak. 2 kissies. Let's go. En dan pleuren we al dat iron er even in. Dat kool. Oh, dat kool kan ik mooi verhandelen. Ik heb ook nog vet veel kool blocks namelijk. Zo, al die shit even erin. En dan moet ik dit lelijke shit nog weer. Oh, wat? Hier zit een zombie, joh. Wat de... Oh ja, dit is zo'n afgesloten stuk. Dat moet ik even opvullen. Dit moet inderdaad even opgevuld worden. Torches erbij. Hoppakee. Of opgevuld. Ik gewoon licht. Hoppakee. Nou, dit is klaar. Very nice. Nou, dit stuk is nu ook verlaagd. Ik zou het ook wel lager kunnen houden, want dan heb ik mooi 1 goede ondergrond. Dus laten we dat lekker doen. Zo, al die bomen zijn alweer teruggegroeid. Are you kidding me? Ik wilde even checken of hier nog wat saplings lagen, maar alles is alweer teruggegroeid. Oké. Nou, we gaan dit hele terrein even vol plaatsen, mocht ik zo meer hout nodig hebben. There we go. Hoppakee. We gaan even naar beneden in de mijn. Hier heb ik natuurlijk super veel cobblestone, dus dit nemen wij allemaal mee. We hebben echt heel veel nodig namelijk. Hoppakee, ja, zo is wel genoeg. En normaal stone heb ik ook nodig, dus daar neem ik ook gewoon even 2 stacks van mee. Zo, ik ga vast ook even een chest inrichten voor dit hout. En dan even hier 5 van die spruce saplings. Perfect. Zo, dit moeten we even mooi opvullen. Dit moet eigenlijk de trap zijn voor de villagers. Dus we moeten hier wel makkelijk bij op kunnen komen. Nou, dat is zo wat te doen, denk ik. Nu ga ik gelijk even naar zo'n stone cutter toe, want die kan ik namelijk echt goed gebruiken. Dat is niet deze trouwens, dat is... welke was het ook alweer? Dat was deze. Ja, nee, dit is een stone cutter. Dat is een heel ander ding natuurlijk. Want ik wil namelijk even een flinke wat stairs. Dus dankjewel. Zo, top. Fix dit ding ook walls? Volgens mij niet, toch? Het is alleen, ja... Oh, wel walls. Wat? Oké, we gaan ook wat walls fixen. Hoppakee. Lekker chill, man. Zo, nou, we gaan gelijk beginnen. En dit stone veranderen we even in het hele mooie stone brick. Zo, we gaan even een heel mooi omheining maken. Dit is zeg maar het buitengedeelte. Dus hier werken ze. En dan moeten we later het binnengedeelte gaan maken. Ik weet niet trouwens wat deze Fletcher hier doet. Heeft hij geen working space meer of zo? Ga even weg, vriend. Flikker een eind op. Kom op even. Jongen. Dit hier gaan we helemaal opvullen. Zo breed gaat het worden. Het is best groot. Perfect. Zo, dit ziet er natuurlijk een beetje gek uit. En daarom pak ik ook deze mooie walls. Die plaats ik overal tussen. Oh shit, hier niet. En hier ook niet, want hier moet ze bij oplopen natuurlijk. Hoppakee. Perfect, je moet je eens kijken. Gek. En dan komt hier waarschijnlijk het huis. Dus dit ga ik later ook openmaken. Dus dit, ja, ik kan het beter denk ik gelijk weghalen. Want dit heeft helemaal geen zin. Kaboom, en dan wil ik hier 1 hele grote open haard hebben. Want dat hoort er natuurlijk bij. Dat heb je ook bij die standaard villages. En er zit lava in volgens mij. Een vuur kan je erop gooien. Oeh, dat is best wel een leuk iets trouwens. Zo, dan ga ik hier denk ik een haartje maken of zo. Oh, die moet even over de kop. Ja, hier moet dan netherrack komen. En dan ga ik dit gewoon in een fik zetten. Ik denk dat er niet eens lava bij hoeft. Ik kan er ook nog wat lava bij verwerken later. Maar ik vind denk ik vuur nog chillen. Ja, wat wil ik nu fixen? Wil ik blast furnaces fixen? Oh, wacht. Nee, dat is ook een workstation. Nee, dat moet ik niet bouwen. Dat zou heel dom zijn. Bouw ik echt zo'n blast furnace de vet random tussen? Nee, dan gaat zo'n filtertje gaat dat werk krijgen. Dat is niet de bedoeling. Normale furnaces is geen werk, geloof ik. Ja, dat weet ik zeker trouwens. Dus daar maken we gewoon even 2 van. Of misschien 4, dat kan ook wel. Zodat cobblestone, dat gaat snel op, vriend. Ik neem even wat meer mee. We kunnen ook gelijk even gaan slapen. Zo, top. Oh, trouwens, de sneeuwmannen hebben helemaal niks gedaan. Er waren ook al heel veel kijkers zeiden van ja, dat gaat waarschijnlijk niet werken. En inderdaad, ik denk dat het gewoon komt omdat het gewoon een savanne is. Zo kan je het zeggen. Ja, met die acacia bomen. Dat is gewoon warm weer. Ik snap sowieso niet hoe ze dit kunnen overleven. Maar wacht, ik moest nog wat netherrack hebben. Dus we gaan even naar de nether. Ik ga gauw hier even wat weg op. Oh nee, lava. Shit, lava. Nee. Oh. Zo, even iets te plaatsen. Ik heb echt al gelijk genoeg. We gaan dit ook even terughalen. Zo, anders ziet het er echt niet uit. Oh my god. Wat de fuck? Oh shit, daar zat die lava nog. Joh, ik schrok me echt dood. Oké, nou, we hebben nu al even genoeg. En we gaan terug. Gauw, hup. Ah, gauw koelen in het water. Helemaal top. Jongen. Kijk, dan plaats ik dit hier even. Dat ga ik in de fik zetten. En dan wil ik hier van die ovens. Oh, van die ovens plaatsen. Dat ziet er denk ik wel dope uit. Eigenlijk moeten die ook permanent aanstaan. Dat zou wel heel chill zijn. Oh ja, ik zou dat kool even verkopen. Dat doen we gelijk even. Oh, deze persoon is boos op mij, toch? Even kijken. Ik ben nog steeds... Hij is nog steeds heel... Oh, wacht. Het is alweer wat afgenomen. Zie je dat? Ik denk dat het elke dag gewoon weer wat afneemt. Want eerst was 21. Ik heb hem 2 keer geslagen namelijk. Oh ja, dat valt mee. Helemaal top. Oh, we gaan even met deze dude traden. En dankjewel, mijn jongen. Zo, dit is level up. Ik ben best wel benieuwd wat hij nu krijgt. Wat krijgen wij? Hij krijgt net als iedereen gewoon hetzelfde troep.
Oké, dan gaan we die blocks of coal even veranderen. Ik heb gewoon te veel. En dan gaan we verder met hem handelen. Kom even hier. Yes. Hoppakee. En hoppakee. Nu is het uitverkocht. Ik kan nog wel wat bijpakken. En hoppakee, wat erbij maken. Wacht eens. Dit is een weaponsmith. En dit was dit niet die andere? Want er zijn meerdere die... ja, dit is een toolsmith. Oh, die koopt er dus ook. Ja. Ik denk dat de weaponsmith veel interessanter is. Om daarmee te traden. Is al een expert. Wacht, daar kunnen we nog wel één keer even mee traden. Gewoon even zo tak, tak. En ik denk dat hij nu wel level up is. Let me check. En is hij level up? Ja, hij is level up. Wat heeft hij erbij? Oh, smite en fire respect. Oh, dat is jammer. Dat is zo jammer, jongens. Ik wil gewoon dat ding hebben. Ik wil gewoon die looting. Hoe moeilijk is het nou? Come on. Oké, ik bouw nu ook het huis voor jullie. Dus geef me even iets leuks. Ik ga even met je trainen. Dit duurt zo lang. Dit duurt zo ontiegelijk lang. Oké. Nou, top. Weet je wat? Ik verkoop gewoon Fatal Iron. Hoppakee. Nou, die is level up. Oh nee, net niet. Wauw. Weet je wat? Zal ik deze vriend even vermoorden? Hoppakee, ik vermoord hem gewoon. Hoppakee. Yes en yes en yes. Ik doe het met de bogen. Het bogen is veiliger. Tak. En die is dood. Give me that sheet. Oké. En... Oh, dit is ook al een master. Waar was die kerel nou? Even checken. Ik ben hem kwijt, jongens. Ik ben hem kwijt. Dit is ook al een master namelijk. Nou, ik kan trouwens toch nog één verkopen. Dus whatever, dude. Er kan trouwens geen manning op een boog. En dat is heel erg jammer, want mijn boog gaat bijna stuk. En het is een power 4. Infinity en flameboog. Dus ja, dat is pittig jammer. Dat is echt heel zonde. Heeft iemand van jullie trouwens een ander alternatief om zo'n boog te repairen? Want ik wil deze boog echt niet kwijtraken. Dit halen we ook even weg eromheen. Zo. Ik weet niet hoe ik dit precies wil aanpakken. Maar ik kan hier wel wat sterf ernaast gooien. Misschien is dit wel... Ja, nee, dat ziet er trouwens heel onstabiel uit. Ik denk niet dat dat slim is. Wat als ik het overal doe? Dus zo. En dan hier in het hoekie. En dan zo. Is dit vet? I don't know. Het ziet er op zich niet super steady uit. En met nog een muurtje. Nee, dit ziet er allemaal slecht uit. Oh, dit kan op zich wel. Dit ziet er nog niet eens zo lelijk uit, denk ik. Zo, oké. Ik denk wel dat dit leuk is. Even dit proberen, hoor. Oh, wat als ik dit in de fik zet? Flint and steel. Where are you? Yes. Thank you. Oké. There we go. Yes. Nou, dit ziet er leuk uit, of niet? Let me... Ja, dit is top. Dit is heel top. Hier kunnen we een hele leuke oven van maken. Hierop komt zo'n laag. Want anders hebben we echt alleen maar cobblestone. Dat is niet super mooi. En we gaan even wat omvormen. Yes, give me some of that, please. Niet superveel, wel aardig wat. 26 is genoeg. Ik heb ook nog genoeg normale stenen, dus dat vorm ik ook gelijk op. Toppie! Let's go. Ja, vet hoor. Echt vet. Hoe wil ik dit doen? Even kijken. Hoe ziet dit eruit? En als ik dan dit in de hoek doe? Nee, dat ziet er echt lelijk uit. Maar misschien als ik zo doe. Dit ziet er op zich wel geinig uit, right? Oké, dan doe ik hier nog stairs zo naar binnen. Dat is ook wel vet. Die mag lekker weg. Kijk, want er moet wel een soort van pijp in zitten. En daar ben ik nu mee bezig. Ja, deze haal ik nog even weg. Die gaan we even vervangen door normale stone bricks. Hoe ziet dit eruit? Is dit een beetje vet? I don't know. Ja, ik twijfel nu ook over deze hoor. Ik denk dat die ook weg moet. Zo dan. Ik denk dat het zo vet is. Even checken. Is dit cool? Ja, dit is best cool. Ik moet alleen hier nog even iets verwerken, want dit ziet er heel open uit. Het ziet er ook... Je kan er gewoon doorheen, dus dat mag sowieso niet. Dus hier moet iets gebeuren. Als ik nou zo doe, is dit vet? Ik denk dat ik slabs moet gebruiken. Dit zou ook kunnen, maar dat vind ik ook niet echt mooi. Dus dit gaan we even openhalen. Zo, het is gelijk weer dag. Helemaal toppie. We hebben zoveel villages. Het houdt niet op. Oké, even wat slabs gefixt. Oké, zo dan is dit vet. Of moet hij nog eentje hoger? Dus dat kan ook. Dan hebben we iets meer zicht. En ik denk dat ze er dan ook niet doorheen kunnen. Dus zo en zo. Ik denk dat dit net iets mooier is. Kan er iemand doorheen nu? Nee, er kan niks doorheen. Van achter ziet dit er wel echt gek uit hoor. Dit gaan we even anders maken. Want dit is niet zo mooi. Misschien zo. Is dit beter? Zo, ja. Dit ziet er goed uit. Dit alleen nog even fixen. Oh, zie je vuur? Dat is misschien wel lachen of niet als ik zo doe. Is dat vet? Zo kan het ook. Ja, ik moet het hier gewoon open laten. Dit hoort open. Dit moet helemaal niet dichtgemaakt worden. Zo, ja. Ja. Misschien zo'n muurtje hier. Dat ziet er, nou, het ziet er niet super steady uit. Dus ik denk dat ik beter gewoon zo'n blokje neer kan zetten. Dat ziet er al wat beter uit. En wat nou als ik dit hierboven doe? Dat is best wel vet. I kinda like this. Oké, nu moet ik ook even een campfire maken. Hoe maak je die ook alweer? Dat is met kool en dat is met sticks en met hout. Dat is prima te fixen. Kool, sticks. Sticks en hout. Yes, we maken even 2. Ja, en ik denk dat ik die dan hier wil plaatsen of zo. Want als ik die gewoon hier zo neerzet. Ja, dit is best wel vet. Ik weet niet wat er gebeurt als ik dit doe. Ja, dit ziet er echt... Wacht, het gaat er wel doorheen. Dat is wel heel vet. Wat als ik gewoon... Wacht, je kan er trouwens ook op kruipen, toch? Oh nee, ik dacht dat je, als je erop ging kruipen, dat het dan niet pijn deed. Lijkt me toch wel. Zo, en dan misschien nu over de kop. Dus even tak. En dan tak. Zo. Oh, dit ziet er dope uit. Dit ziet er echt vet uit. Ja, je ziet hier ook. Maar het gaat niet echt hoger of zo. Dat is... Dat
dat mis ik wel. Maar als ik zo doe, ja, dan is het echt een hele kleine pijp. En ik wil wel een iets hogere. Ja, zo is hij ook wel geinig. Zo, we veranderen nog een klein detail. Dit even. Perfect. Ja, dit ziet er dan ook alweer geinig uit. Met gewoon die hekjes er weer op. Maar ja, hier blijft het rook hangen. Het is wel oké aan de ene kant. Maar wat als ik dit weghak? Wat gebeurt er dan? Gaat het dan? En dan blijft het data gaan hangen. Dus ja, dan blijft het alsnog hangen. Dus ja, ik denk dat het zo wel prima is. I kinda like this mean. We gaan het even van een afstandje bekijken. Ja, dit ziet er funny uit. Dit ziet er heel cool uit. Nou, dit is prima. Oeh, alleen ik zie daar de campfires wel, daarboven. Dan moet ik hier nog wat slabs, want een beetje er tussendoor kunnen kijken, dat is wel vet. Dat heeft wel wat. Ja, zo is het best vet. Laat even in de comments weten wat je hiervan vindt. Hier ben ik echt lang mee bezig geweest. Maar dat was het zeker waard. Weet je wat, ik pak ook gelijk 2 van die dingen op. En dan ga ik die hier gewoon gelijk plaatsen. Want ik denk dat er 2 mensen kunnen werken. Ik denk dat dat het beste is. Jongens, sorry, maar ik pak die voor jou even af. En ik pak die voor jou even af. Het spijt me. Ik hoop dat jullie je baantje houden. Ja, waar moet ik deze dingen eens plaatsen? Hier zou het kunnen. Dit is misschien wel geinig. Maar ik zou het natuurlijk ook gewoon hier kunnen doen. Ja, dan kunnen ze ook eroverheen lopen. Dat is niet de bedoeling. Dus het kan beter hier. Nu ben ik echt benieuwd of ze hier ook gelijk heen lopen. Ik denk dat ik ze wel hier iets heen moet duwen, zeg maar. Yep, er gaat volgens mij eentje heen. Oh, wat? Je gaat toch niet slapen, joh? Ik denk wel dat deze erheen wil gaan. Maar we moeten even afwachten. We hebben een boot nodig, jongens. We hebben een boot nodig. Zo, een bootje is gemaakt. En nu gaan we gewoon die 2 villages er even heen brengen. Zodat ze weten van. Oh, oké, daar moeten we zijn. Wacht, is dit niet een van die 2? Ik weet, ik moet er wel even. Wacht, ze staan er nu toch echt zo dichtbij, zou je zeggen. Gewoon even daarheen. Ja, kijk, deze gaat naar zijn workspot. En die andere 2. Gaan ze erheen? Ja, zo te zien gaat deze. Nee? Ja, ga je. Ja, die gaat erheen. Helemaal top. Oké, jongen. Ga je maar lekker heen. En hoe zit het met die. Ah, die staat er al. Die staat er lekker te werken, joh. Wat heerlijk. Lekker bezig, pik. Kijk, dit vind ik dan weer top. Dit vind ik echt heel nice. Top, ja. Oké, ik ga gelijk een huisje voor jullie bouwen. Anders hebben jullie helemaal geen plek om te slapen. En die bouwen we hier gewoon recht aan vast. Oh, dit is zo mooi hout, jongens. Dit is zo mooi hout. Ik moet ook aardig wat omvormen naar gewoon logs. Zo. Ik hoop niet dat het hout trouwens in de fik vliegt. Dat kunnen we ook wel even testen. Kijk, ik plaats hier allemaal hout. En dit zou dan misschien eens in de fik moeten vliegen. Maar dat zien we wel. Ik hoop van niet. Oké, dit is een beetje het frame van het huis. Dit moeten we even op gaan vullen. Oké, we gaan even met die birch logs kloten. Want die wil ik misschien hier ook wel voor gebruiken. Of normaal ook hoe dat ligt eraan. Het huis wordt namelijk best wel veel van hout. Ik denk dat dat wel cool is. En het dak dan weer van steen. Is dit een goede combi? Of is even kijken met dit hout een goede combi? Dat is wel een lastig hoor. Ik denk toch dat birch wood. Ja, we gaan voor het birch. En je maakt de vloer wel echt lekker donker. Dat vind ik denk ik toch net iets mooier. Want we hebben nu ook al een birch vloer in dat farmhuis. Dus dit doen we lekker zo. Ja, wat voor kleur krijgen deze gasten trouwens? Ik wil deze misschien best wel groen geven. Omdat ze ook echt zo'n groene band hebben. Maar heel veel villages hebben zo'n groene band. Maar groen hebben we nog niet gebruikt, toch? Dit is rood. Dat was inderdaad lichtblauw. En dat is geel. Ja, dan kunnen we groen voor dit gebruiken. Dat is wel chill. Ga ik ook gelijk even kijken of ik nog groene kleuren heb. Ik denk wel donkergroen. Dat is wel vet. Dat past ook heel mooi bij dat hout. Green state. Yes, die hebben we nodig. Perfect. Zo, hier plaatsen we even een mooi glas. En dan ga ik dit ook mooi opvullen. Ja, dat ziet er cool uit. Ah, hij gaat al naar binnen. Leuk dat je dat doet, ja. Oh shit, wat heb ik nou gedaan? Hier moet natuurlijk ook een deur komen. Oh, dat moet er allemaal uitgehaald worden. Shit, man. Zo, dit vullen we wel allemaal mooi vast op. Ik kan hier misschien ook cobblestone doen. En dan dit erbovenop. Het ziet er misschien heel gek uit. Maar ik denk dat ik hier geen ramen voor wil. Ik probeer zo weinig mogelijk met ramen te werken. Ja, en hier komen natuurlijk 2 deuren in. Dan moet ik wel even kijken wat voor deur ik wil. Kijk, en hier wil ik van die hekjes laten komen. Laat gelijk even zien hoe ik dat bedoel. Zo, 9 hekjes. Ik weet niet of dat genoeg is. Vast wel. Tak, tak. En hier. Oh, hier natuurlijk niet. Want hier komt de deur. En dan hier. Tak, tak. En tak, tak. Maar is dat cobblestone? Ik denk dat het cobblestone best wel vet is. Dit ziet er wel dope uit. Maar de afwegingen, jongens. Hoe ziet dit eruit? Ziet dit er beter uit? Oh, dit ziet er ook wel mooi uit, hoor. Ja, ik ga voor stone brick. Let's go. We gaan voor stone brick. Past net wat beter. Wacht, we hebben dus wel een stone cutter. Maar is er ook een wood cutter? Volgens mij bestaat er niet. Of kan ik hier ook gewoon iets van hout in doen? Nee, ja, ik denk het niet. Nope. Of die dan? Nope, nope, nope. Zo, we skippen de nacht even. Perfect. Dan de deur. Hoe ziet zo'n deur eruit? Is die. Oh, die is best wel vet hoor. Die is best wel vet. Ik denk dat ik die ga fixen. Oké, we doen deze gewoon. Fuck it. Dit past ongetwijfeld wel mooi. Dus dan doen we zo en zo. Ja, dit is vet. Dit is echt vet. Dit moest er natuurlijk uitgebroken worden. Ik denk dat ik hier 1 deur ga maken. Ik heb de silk touch pickers helaas niet bij me. Dus ik sloop dit gewoon boeien. Maakt ook niet super veel uit. En dan doe ik die gewoon zo. Ja, dit ziet wel dope. Ik denk wel de deur andere kant op. Als moet je. Kan je dat doen door shift in te drukken? Wacht, nee, kan dat niet. Oh, van de andere kant kijken of niet? Zo. Nee, ook niet. Zo, ja, zo is goed. Very nice. Nou, dan gaan we even wat van deze stairs maken. Daar heb ik ook veel van nodig. Want ik wil het dak dikker maken. Dit kan ook weg. Ja, de daken moeten natuurlijk altijd mooi worden. Oh, dit is wel gevaarlijk met dat vuur. Hoor. Ik denk dat het vuur hier wel beheerst zit. Maar alsnog, het is wel een twijfelgevalletje. Zo, en hierop gaan we weer deze logs zetten. Oh, ik was eentje vergeten. Nou, die past precies hier. Zo, en dan gaan we dit mooi opvullen. Kijk, dit ziet er goed uit. Zo, ik heb even wat nieuwe stairs erbij en ook wat slabs.
En ik wil hier een vette constructie gaan maken. Dus dat ik zo doe. En hier over de kop. En dan weer zo. En dan hier weer over de kop. En hier exact hetzelfde. Dan gaan we een heel gek dak maken voor deze. En ik weet bijna zeker dat dit er wel heel vet uit gaat zien. Alright, dit is bijna klaar zo te zien. En hier gaan we nog even mooi omhoog. Is dit het midden? Yes, perfect. Dan deze nog even eentje omhoog. Het ziet er echt heel gek uit. Maar ik denk wel dat echt dat het heel mooi gaat worden. Mijn bedoeling van dit is dat het heel mooi rondloopt. Dus hier gewoon een mooie... Yes, ja, dit ziet er perfect uit. En dan zo maar naar het midden. En deze nog iets langer. Kijk, dat ziet er tof uit. Zo'n dakje heb ik lang niet gebouwd. Dat is in 2012, joh. Ik moet zo wel weer allemaal nieuwe bomen gaan hakken. Want al mijn hout gaat echt heel snel op de dit. Ik wil trouwens het dak misschien van steen bouwen. Waarom doe ik het nu van dit? Ik weet ook niet waarom ik het doe. Ik vind het dit heel vet of zo. I don't know. Zo, en alles is op. Ik ga even kijken hoe dit eruit ziet. Even naar beneden. Au, en oh. Oké, nou, hoe ziet dit eruit? Oh, dit ziet er tof uit, hoor. Het ziet er wel echt helemaal leeg uit. En alsof het kapot is. Maar dit gaat vet worden. Dit gaat echt vet worden. Wat de heck doet die villager daar? Die heeft echt sowieso geen workstation meer. Die is hier kwijt. Dus dat moeten we even fixen een keertje. Even checken. Dit ga ik denk ik zo opvullen. Het ziet er wel cool uit, denk ik. En hier exact hetzelfde. En hoe ik dit wil doen, dat heb ik echt... Ik heb echt nog geen flauw idee. Misschien wel met steen, want anders heb ik wel echt heel veel hout. Even van een afstandje bekijken. Hoe, ja, dit ziet, je ziet het nog heel slecht. Dat moet nog helemaal opgevuld worden. Zo, dit ziet er denk ik ook wel vet uit wat ik nu heb gemaakt. Kijk, hier steekt het een beetje uit het dak. En dat ga ik dus hier ook even doen. Even kijken of dit... Oh, ja, dat is perfect. En dan steekt deze punt ook uit. Zo, ja, dat denk ik... Ja, ik wil even kijken. Wil ik dat hier ook doen? Misschien wel. Ik denk dat dat wel vet is, maar mijn stairs zijn nu wel bijna op, dus ik moet het even anders doen. Zo, deze kan nog wel. Oh, het zijn vooral slabs eigenlijk wat je nodig hebt. Ja, dit is vet. Dit is echt wel vet. Zo, dit is denk ik ook wel vet. Hier weer van die hekjes op. En dan klim ik van hier even weer op het dak. Het is zo lastig dit allemaal te doen. Nee. Zo, en dan moet ik hier weer van die dingen tussen doen. Perfect. En daar komen dan hekjes op. Hekkie. Nou, die mag weg op ratten. Kijk eens aan. Nou, ik ben benieuwd hoe dit eruit ziet. Ik denk dat het wel allemaal mooi samenhangt met elkaar. Even checken. Ja, dit begint ergens op te lijken. Dit is echt een fucking vet huis, man. Dit is echt super vet. Alleen, ja, dit bij het raam. Oeh, dit vind ik echt niks. Dat is super jammer. Misschien moet ik het glas wat dik gaan maken. Want ik wil die twee hoogglazen, dat vind ik wel heel erg mooi. Misschien kan ik het nog iets ophogen, maar ik ben bang van niet. Ik denk, ja, het glas moet veranderd worden. Het moet gewoon dik glas worden nu. Ja, dat zou prima lukken. Of ik doe het gewoon zo. Dat kan ook. Is dit vet? Minder vet. Ik vond dit heel vet. Ja, ik kan het ook eentje naar beneden doen. Maar dan zie je de vloer. En wat ook kan is dat ik de vloer natuurlijk nog eentje lager maak. Maar dat is ook een beetje gek. Dit is wel een lastig hoor. Deze is erg lastig. Ik wil hier denk ik sowieso ook fences plaatsen. Want anders is het hier een beetje kaal. En dit ziet er wel vet uit. Of dit gewoon met normaal wood kan ook. Ja, het is wel een geinig detail. Maar alsnog vind ik deze ramen wel mooier. Oké. Ik doe toch de vloer even van stone brick. Anders hebben we namelijk helemaal geen steen in het huis. Het is letterlijk alleen maar hout. En het ziet er toch een beetje gek uit. Want ik vind dit op zich ook wel mooi. En dit ziet er nu eigenlijk wel een beetje gek uit van binnen. Maar van buiten vind ik het wel echt wel wat hebben. Want dan gaat het ook echt over in dit. En nu is het echt een mooie samenhang, vind ik. En dit is nu wat ik ervan gemaakt heb, jongens. Ik vind het heel erg mooi. Ik heb erboven ook hekjes geplaatst. En ik heb daar glass panes geplaatst. En ik heb gewoon dik glas gemaakt voor beneden. Dus ja, hier zie je twee dikke glazen. Het ziet er een beetje gek uit. Maar ik vind het wel wat heb. Ik vind het best wel dope. En vooral het dak is heel erg vet. Ja, en dit heb ik allemaal gewoon opgevuld met spruce wood. Het ziet er een beetje gek uit. Maar er moet er gewoon een verdieping in komen. En dan kunnen de bedden geplaatst worden. Bla bla bla. So, this is very cool. Want check het dak. Het dak is echt vooral het vetste. Die vind ik echt heel nice. Laat even weten in de comments wat je van het huis vindt. Ik ben benieuwd. Er moeten sowieso hier overal bedden komen. Dus ja, dit gaat allemaal nog anders worden. En dit, ik weet niet wat ik hiermee wil doen. Ik kan het gewoon opvullen. Heel simpel. Maar misschien wil ik er iets leuks... Wow, dit is een drietand, joh. Kijk nou, dat ziet er best wel vet uit. Misschien zou ik deze ook nog wel van steen kunnen maken, als ik nu te denken. Wat nou als ik dit gewoon verander in steen? Let me check. Is that really cool or is that not really cool? I kinda like it. Ja, dat is best wel vet. Dan gaat het ook weer perfect over. Maar hoe ziet dat van binnen eruit? Van binnen ziet het er... Nou, het ziet er eigenlijk ook nog wel beter uit dan dit blok wel van hout. Ik denk dat dit nog wel mooier is. Ik zou bijvoorbeeld ook nog dit helemaal kunnen veranderen in steen. How does that look? Even kijken. Dit ziet er ook vet. Ik vind het ook best wel vet eigenlijk. Dit is ook vet. Nee. Oké, ik weet nog niet precies wat ik hier ga doen. Dan moet ik later even precies uitvogelen. Ik doe het nu eerst wel even zo. Hoppakee. Ja, en ik weet... Oh, dit moet sowieso trouwens ook... Oh, wacht. Dit moet wel blijven zeker. Ja, dit moet wel blijven. Ja, het huis is nog niet helemaal geoptimaliseerd. Dus ik moet het later even perfectioneren. Hier aan de zijkant ook. Ik heb dit zomaar even opgelost. Ik vind het best vet. En ik kan ook wel even omhoog zo springen. En dan kunnen jullie dit perfect even zien met hout. En ja, hier zo mooi een lijn. En daar hebben we dus die fences weer op. Kijk, hier in de hoek heb ik letterlijk nog niks. Dus dit is ook nog een foutje. Die moet ik ook nog even opvullen. En hier exact hetzelfde. Nou, exact. Ik denk ook dat het precies hetzelfde aan de andere kant is.
Let me check. Ik ga even omhoog. En ja, hier zit precies hetzelfde. Dus dit moeten we ook even opvullen. Zo, ja. Ik denk dat ik het zo wel ga doen. Deze overgang ziet er dus een beetje gek uit. Maar als ik gelijk hier een trap ga bouwen, dan zie je dat al helemaal niet meer. Dus als ik hier meteen begin met die trap. Dus pof, pof en pof. Oh, en dan zijn we ook alweer boven op de bovenverdieping. En hier zou ik gelijk met slabs kunnen gaan werken. En dan ziet het denk ik heel vet eruit. Nee, niet zo. Even eentje naar beneden. Oh, daar zitten we weer voor het glas. Hè. Maar ik weet, is dat erg voor het glas? Want buiten zit er dus ook een laagje voor het glas. Wat als dat ook van binnen is? Ik denk dat het helemaal niet lelijk is. Zo, ik heb net niet genoeg slabs. Maar hoe ziet dit eruit? Ja, die trap ziet er natuurlijk hartstikke lelijk uit. Maar die is ook nog niet klaar. Zo dan. Oh ja, dit is inderdaad wel een dingetje met dat glas. Ja, het zou zo in principe wel kunnen. Alleen hier ziet het er wat dunner uit. Oké, we gaan nog even wat slabs fixen. Oké, nu gaan we de boel hier opvullen. Je moet trouwens ook snel licht komen, anders spawnen hier mobs, denk ik. Ah, heb ik serieus één te weinig? You kidding me? Nee. Jongen. Oké, ik ga niet helemaal teruglopen. Hoppakee. Nou, zo dan. En tok. Nou, perfect. Heb ik een torch bij? Yes. Ik gooi gauw even wat licht neer. Dit moet later even ingericht worden. En hoe ziet het er nu uit? Het ziet er krap uit. Dat merk ik al gelijk. Het ziet er erg krap uit. En boven is het juist ruim. Echt best wel ruim hier. Maar even kijken. Hier kunnen zo even 3 bedden. Misschien wel nog wel meer bedden. Hier 1, 2, 3. Ja, ik weet het niet. Dat moeten we even zien. Dus hier kunnen wel aardig wat bedden geplaatst worden. Beneden zou ik puur kunnen gebruiken voor opslag. Dus gewoon bijvoorbeeld een kist. Of hier even 2 bedden. En that's it. Dus in principe is het huis prima gelukt. Ik bedoel, het is ook voor villagers. Dus het hoeft ook helemaal niet ruim te zijn. Oh, hier moet nog wel zo'n lantern aan komen. 100 miljoen %. Dat gaan we fixen. Alleen ik heb geen iron. We moeten even wat iron fixen. Die stone golem spawnen trouwens helemaal. Oh, hier zit er alweer eentje in trouwens. Wacht, is dat die ene die hier rondliep? Want hier liep er ook eentje rond. Of is het daadwerkelijk eentje teruggespawnd? Ik weet het niet. En ik denk dat. Oh nee, die staat hier. Oké. Ah, weet je wat? Ik kill deze gelijk even. Hoppakee, daar gaat hij. En tak, ik mag niet de villager raken. Want dan heb ik een heel groot probleem. Wacht, hoe zit het trouwens met die villager? Is hij weer... Hij is niet meer boos. Oké, dat is super chill. Dus het gaat gewoon per dag. Gaat er gewoon volgens mij eentje weer af. Dus dat is perfect. Hoppakee, even aanspannen. En chok. En chok. Hoppakee, die is dood. Pakken even zijn iron. Het is super chill om een iron te komen trouwens. Even die nuggets pakken. En nu heel simpel gewoon wat nuggets hier omheen pleuren. Hoppakee. Zo, top. Meer kan ik niet fixen. Ik denk dat 4 ook precies genoeg is. Chok. Oké, hoe ziet dit eruit? Ziet dit er vet uit? Ik denk het wel. Ja, dit ziet wel cool uit. Het in ieder geval wat licht hier. Juist, mignon. Perfect. Hoppakee. Nou, de open haard hier ziet er ook goed uit. En ik denk dat ik hier nog 2 workstations neergooi. En dan kunnen ze hier lekker werken. En kunnen ze hier lekker slapen. Het is wel klein, maar boeien. Het ziet er gewoon cool uit. Hartstikke nice. Jongens, bedankt voor het kijken naar deze video. Klik even op het duimpje omhoog als je dit een leuke video vond. En dan zie ik jullie de volgende keer weer terug met een nieuwe video. Dikke doei en dikke later.